in deze video. Want soms voelt het ook voor Nederlands publiek dat je dan zoveel hebt te verliezen. Misschien dan ga je heel erg de krant spelen of zo, omdat je het zo graag wil. Heb je dan eerst nog in de kleedkamer even een... Ik weet niet of ik dit kan vertellen, maar we hebben ook wel een ritueel met het team. Hoe vergaat het onze volleybalsters op het WK in eigen land? Een redelijk jong team, maar ook vol met ervaren speelsters zoals Meerte Schoot. Ja, weet je, voor mij is het nu ondertussen, ik wil niet zeggen normaal, maar je bent wel iets meer gewend. En ik weet ook nog wel dat ik de eerste keer binnenkwam bij een hal van 10.000 man, dat ik ook gewoon knietjes kreeg. Ja. En er zijn nu meiden van 23, 24, die hebben dat natuurlijk ook voor de eerste keer. Dus het is ook heel logisch dat je dan gewoon wat nerveuzer bent. Ja, ook nog in Nederland. Ja, en dan ook nog in Nederland, ja. We spreken naar Papendal, de thuisbasis van Team NL. Ik dacht, gaan we sneaky in een hoekje zitten? Ja. Lijkt wel net als jullie op vakantie gaan zo. Oh. Je bent gewoon thuis nu. We willen echt nog veel meer meenemen ook. Oh. Ja. Dit is Inside Team NL. Wat is er gebeurd? Ja. Slaap binnen. Dat is gewoon een vriendje hoor. Schoon vriendje. Maar wat schattig. Ja, lief hè. Hij is een beetje dood. Ja, hij is een beetje dood. Ja, maar hij is... We drogen hem. We maken hem mooi. We drogen hem. Dan gaat hij langer mee. Ja. Maar moet ik wel naar boven dan? Ja, wel. Nee, ik moet helemaal niet naar boven. 28. Succes. Dank je. Succes, hè? Succes, wat mee? Met koffie drinken. Ja. Hey, maar welkom thuis. Ja, lekker, hè? Het moet zeggen. Dat toch? Ja, het is ook wel gek. Ja, want je zit in zo'n groot toernooi. En dan zit je op je trainingslocatie of zo, voor je gevoel. Ja, want je zit hier ook al bij de club natuurlijk. Ja, dus, ja het is wel leuk. Ik moet zeggen, ook wel toen wij hier, want we hebben hier al wel getraind, überhaupt gewoon zeg maar, op een van de dagen zijn we in en weer gereden. Ja. En dat is ook wel leuk, dan zie je Henny van, weet je wel, dan kom je binnen en hey, goed bezig en zo. Dus dat geeft ook wel weer energie, weet je wel, dat het dan leeft. Dus dat is ook wel leuk. Die jonge meiden inderdaad, heb je nou, voel je dan ook een beetje een rol, dat je die nog wel een beetje moet helpen? Of? Ik denk ook dat het vooral gewoon is van, weet je, dat je... Als er iets is, dat ze ook wel naar je toe kunnen komen. Ja. Of als ze een eerste wedstrijd spelen. Ja. Hoi, kom binnen hoor. Ja, gezellig. Gezellig. Kom, kom maar gezellig. Hallo. Hallo. Leuk zijn we van Papendal. Als jij nou even... Ja, leuk. Ik ga wel. Ja. Als jij nou even gaat zitten, dan ga je dan ook naar WK spelen. Ja, doe ik nou morgen België. Ja, België kan hebben, denk ik. Ja. Maar je komt met lege glazen. Ja, dat is helemaal wat je hebben wil. Nee, maar die meiden die zijn wel gewassen en ik vind het vooral heel leuk, weet je. Ik weet nog dat ik mijn WK-debuut, zeg maar, maakte in 2010. Ja. En toen speelde ik, volgens mij kwam ik in tegen Kenia. Of althans, dat weet ik wel zeker, ja. En dat was voor mij super bijzonder, want het is je WK-debuut, weet je wel. Ja. En ik ben me daar nu heel bewust van, omdat ik weet hoe dat voor mij voelde toen. Zeg maar, dat ik denk van, oké, weet je, moet ik even een momentje van maken voor die meiden die er als eerste inkomen. Dat is meer, zeg maar, dingetjes waar ik me bewust van ben en dat ik het dan leuk vind dat iedereen het veld al gezien heeft. Ja. Weet je wel, dat er niet meiden zijn die nog helemaal niet gespeeld hebben. En voor de rest, ja, ben ik zelf ook altijd wel de fan van, dat zeg ik bijvoorbeeld ook wel tegen Florien, zeg maar, meisje die op mijn positie ook staat, van joh, weet je wel, je staat super goed te trainen. Ja. En denk gewoon alsof je weer staat te trainen. Doe gewoon wat je in de training doet. Doe wat je elke dag doet. En dat is af en toe, aan de ene kant zeg maar, is een WK iets heel groot. En wil je het ook als iets bijzonders ervaren en wil je er ook van genieten omdat het een WK is. En aan de andere kant is het heel belangrijk om het heel klein te houden. Ja. Van ja, het is gewoon het volleybal wat we elke dag doen. Het is gewoon 6 tegen 6 en de bal mag niet op de grond komen. Ja, weet je, laat het niet groter maken dan het is. Doe gewoon wat je goed in bent. De een die vindt het misschien, die speelt soms wel goed, soms niet goed, maar daar heb je al heel veel aan als die heel veel energie geeft. Ja, precies. En dan, een beetje ja. En als je dat gewoon, als je daar een beetje op kan coachen in het veld ook, dat is denk ik, ja, ik denk dat dat ook, zeg maar, Nederland ook wel is en dat wij ons, zeg maar, als we echt goed zijn, dat dat ook wel onze kracht is, dat iedereen zijn rol pakt. Ja.
tonight the volleyball capital of the world is Arnhem now. And we all want you to welcome here to enjoy the atmosphere of the World Championship of Volleyball. De Nederlandse Volleyball Dames! Jullie treffen de binnenkomst van het Nederlands dames voetbalteam. Heb je dan eerst nog in de kleedkamer even een ja, ik weet niet of ik dit kan vertellen, maar we hebben ook wel een ritueel met het team. Nee, we hadden voordat het toernooi begon, we hadden een teammeeting met iedereen. En iedereen een beetje van, goh, zit je erin, weet je wel, voel je en weet je wel, ben je zenuwachtig, heb je er zin in? Gewoon om een beetje idee te krijgen van elkaar ook en dan met elkaar te kunnen bespreken. En toen had eigenlijk bijna iedereen wat gezegd, behalve Jill, onze assistent, Cubaan. Ja. En toen was hij was als ene laatste en hij zei van, nou jongens, pak haar handen even vast. En ja, dan wordt het opeens echt ook heel echt of zo. Ja. En zei hij ook van, ja, voel de energie en het maakt niet uit. We kunnen allemaal praten, we kunnen allemaal zeggen. Maar waar het om gaat is om elkaar te voelen. En om, weet je wel, je bent hier met elkaar en we hebben er hartstikke hard voor gewerkt. En voel de energie van elkaar, geef het aan elkaar door. En zo moeten we ook op het veld gaan spelen. We gaan een WK spelen, weet je. En hij deed daar een super mooie speech bij. En ook zeg maar, dat je echt kipvel kreeg. Ja, dat je ik echt liet. Ja, ja. Ja, het was echt vet. En ook dat je denkt van oké, nu wil ik het veld op, weet je wel. Ja, ja. En dat gevoel, zeg maar, dat is ook wel een beetje wat we proberen in de kleedkamer nu met elkaar te creëren. Dus dan gaan we een rondje staan met de meiden en dan pakken we elkaar de hand vast. Mooi. Ja, echt wel heel vet. Ja, dan zegt of Laura of Anne wat en adem diep in en voel elkaar, voel de energie. Ja. Adem diep uit, alle energie, negatieve energie ademen we nu uit. En ja, we gaan vandaag gewoon knallen, we hebben niks te verliezen. Want soms voelt het ook voor het Nederlands publiek dat je dan zoveel hebt te verliezen misschien. Dan ga je heel erg een beetje verkrampt spelen of zo, omdat je het zo graag wil. Het is ook gewoon echt wel heel fijn. Het is ook gewoon wel heel fijn met de meiden. En ja, je merkt natuurlijk wel dat de ene misschien meer speelt dan de ander. Maar je weet ook wel dat, ook al speelt iemand minder, dat die heel belangrijk is of zo. Dat gevoel heb ik ook wel echt. Ja. En ik heb ook wel, ik hoop ook, ik bedoel, ik kan niet voor de ander spelen, maar dat iedereen dat gevoel ook heeft van, weet je wel, ik ben heel belangrijk en ja, weet je wel. Het, ja. Positief, energie, echt leuk. Ja, en ook al draait het nog niet helemaal, het gaat nog niet allemaal vanzelf, weet je wel. Het toernooi is lang en weet je, als je dit gevoel hebt, dan heb je ook wel en je hebt vertrouwen in elkaar, dan komt dat wel of zo. Ja. Dan, als je dan eerst hard moet werken om uiteindelijk in de flow te komen, weet je, dan is dat ook oké.
nog één hele domme vraag. Ja. En waarom heb jij een wit pakje? Ja, omdat wit mij heel goed staat. Ja, ja. Dus, ja, ik ben libero. En ja. Omdat ik zeg maar, in het achterveld de hele tijd in en uit ga. Ja. En omdat de scheidsrechter dan kan zien, eigenlijk normaal gesproken als je in en uit gaat moet je wisselen. Zeg maar. En dat is wel officieel een wissel. En omdat ik eigenlijk ongelimiteerd mag wisselen de in en de uit, heb ik een ander kleurtje aan. Ja, dat ik denk voor de scheidsrechter makkelijk. Ja. Ja, heel veel mensen denken ook altijd, ben je aanvoerster? Nee, ik ben geen aanvoerster. Ja. Ik ben ook wel afgelopen zomer ook wel een paar wedstrijden aanvoerster geweest inderdaad. Ja, dat was ik echt... Ja, maar dat is niet... Oh, okay. Nee, in principe is Anne Buijs aanvoerster. Ja. Ja, nee, de oude bessen. Ja. Charles van Kommenheden zei, leeftijd is een niet functioneel getal. Er wordt zo vaak gezegd van ja, je bent al een bepaalde leeftijd, is niet tijd om. Ja, terwijl ik denk, als je goed voelt, voel je goed. Vind je het leuk? Ja, nou jongens. Peter Langer zei dat ik heel fit was, dus dat ik dan door kon tot 2024. Nou, dus, dan dat is Parijs, daar zijn we erbij. Hey. Ja, we gaan lekker weer doen. Ja. Ik doe een mooi jasje. Ik zeg hier. Ik ga zo naar binnen. Het is hier 30 graden. Ik zweef in de tent uit. Het is september, jongens. Lekker subtiel, Hier, handtasje mee. Lekker. Zijn zo lekker normaal gebleven. En hij is goud, omdat we even groot gaan. En ik zal even wat achtergrondinformatie. Mijn binnenkant niet, maar de meeste binnenkanten zijn dus van oude trainingsshirts gemaakt. Echt? Ja, dus er zit echt bloed, zweet en tranen letterlijk in. Ja, dus super vet. En dit is dus 2022 in Romeinse cijfers. Ja, heel leuk. Nou. Ja, dus tot zover de marketingafdeling.